Kijk, dit is bekend, een lopende golf. Maar wat nu als je golf hebt die stilstaat? Oftewel, een staande golf. Die zullen we bekijken. Staande golven in koorden, in snaren en ook in luchtkolommen. We kijken eerst eventjes naar een koord. En als daar nou een golf in voorkomt en koord houdt op, dan kan het terugkaatsen en dan heb je kans dat het een andere golf tegenkomt. Oftewel, twee golven komen elkaar tegen in een koord. Dus ja, terugkaatsen en dan zie je dus hè, dat als een golf maar doorgaat, dan krijg je een mengelmoes van allemaal golven die van links naar rechts en van rechts naar links gaan en die interfereren met elkaar, zoals het heet. Ja, twee golven die elkaar beïnvloeden, dat noemen we interferentie of een ander woord superpositie. Dat betekent dus dat die golven elkaar beïnvloeden. Goed, we zullen eventjes het in detail bekijken. Ja, ik heb hier een koord en één punt in het midden. En stel je voor, van links komt een golf. Zo, en dan zie je dus dat die golf, hè, die zal op dit moment dat ene punt proberen omhoog te brengen. Ja, als hij een beetje verder gaat, dan gaat hij omhoog. Als op hetzelfde moment nou een golf van links komt, en die komt ook precies op die plek uit, dan zal natuurlijk die gele golf hem ook omhoog brengen. Oftewel, die twee zullen elkaar versterken. Nou, laten we een klein stukje naar links en rechts laten gaan. Zo, klein stukje. Mooi. Kijk, ze overlappen elkaar precies. Oftewel, dat ene punt zal dus vanwege de rode golf een stukje omhoog gaan. Maar vanwege de gele golf ook. En dan zie je dus dat de uitwijking het dubbele wordt. Versterking. Nou, laten we nog een klein stukje naar links en rechts gaan. Ja, en dan zie je dat ze elkaar nu precies opheffen. Oftewel, rood die doet niks en geel doet niks. Nou, ze doen dus beide niks. Dus in feite kun je zeggen, goh, ze versterken elkaar. Ze doen beiden hetzelfde. En als nu weer een klein stukje opschuiven. Zo, ja, weer precies een overlapping. En dat zal dus vanwege rood het naar beneden gaan. En vanwege geel gaat hij naar beneden toe. Oftewel, ze versterken elkaar ook naar beneden toe. Oftewel, die golven gaan van links en naar rechts. En daardoor zal dus dat ene punt een dubbele uitwijking hebben met een trilling. Er is versterking. Een andere situatie. Nou, kijk, deze hebben we gehad. Hè. Dat punt wil omhoog. Maar als nou van de andere kant er een golf komt en die wil net het tegengestelde doen. Ja, dan werken ze elkaar tegen. Ja, die twee golven zullen elkaar tegenwerken en daardoor doven ze elkaar uit. Dat ene punt doet echt niks. En we laten weer een klein stukje opschuiven. Zo, en zie je dus dat inderdaad dat ene punt nog steeds helemaal niks doet. En dat blijft inderdaad ook gewoon zo. Ja, het maakt niks uit hoe ze elkaar ook naar links en rechts gaan. Dat ene punt doet steeds niks. Oftewel, de twee golven blijven elkaar uitdoven. En dan heb je hier weer het koord met die golven van links naar rechts en van rechts naar links. En die beïnvloeden elkaar constant. Maar je kunt nu de frequentie van die golf zo afstellen dat er in die specifieke lengte van het koord altijd punten zijn waar er continu versterking plaatsvindt. We noemen die punten buikpunten. En dan zijn er ook punten in het koord waar er continu uitdoving is. En dat noemen we knooppunten. Buiken en knopen. En de buiken, die bewegen het meest. Daar is de versterking. En die blauwe punten, de knopen, die blijven constant op een plek. En dan gaat dus het hele koord, beweegt mee met de buiken en blijft stilstaan op de knopen. En dan krijg je dus een koord die zo'n beweging uitvoert. En dit noemen we een staande golf. Nou, is zo'n staande golf in het echt ook zo? Ja, kijk, ik heb hier een snaar en die is links en rechts flink vastgeklemd. Je denkt van, ja, is dat in het echt zo? Ja hoor, bijvoorbeeld een gitaar.
Ja. En bij gitaar, als je die eventjes aanraakt, dan krijg je een specifieke toon te horen. Eén bepaalde frequentie. En bij die frequentie krijg je dan dat er een staande golf ontstaat. Zo'n staande golf ontstaat er. Nou, we zullen eventjes deze vorm wat beter bekijken. Kijk, hier zie je het. In het midden heb je een maximale uitwijking. En links en rechts is de uitwijking 0. Ja, daar zit je vast, dus dat kan niet bewegen. Dat betekent dus dat je in het midden een buik hebt. En links en rechts heb je een knoop. Een specifieke lengte. Dus laten we even een lengte L doen. En dan kun je je afvragen van, ja, hoeveel golflengtes zit erop? Nou, bedenk het eventjes. Nou, wat is één golflengte? Eén golflengte is zoiets, hè? Een berg en een dal naast elkaar. En je ziet dus hier dat er of alleen een berg is, of alleen een dal, ongelijk in welke positie hij zich bevindt. Dus ik heb hier een halve golflengte. Stel je voor een gitaarsnaar ongeveer 70 centimeter. Dat betekent dus dat een halve golflengte 70 centimeter is, oftewel één golflengte is 1,40 meter. En dan kun je de frequentie berekenen, althans als je de golfsnelheid weet. Want dan is de frequentie F is V gedeeld lambda. Weet je nog, de meest belangrijke formule is V is lambda keer F. Oftewel F is V gedeeld door lambda. En die F, dat is de toonhoogte die je hoort. Dat is de toon die een gitaar geeft als je hem even aanraakt. We noemen dit de grondtoon. Dat is de basic toon van iets wat gaat trillen. Nou, wat gebeurt er eigenlijk als je die lengte nou een beetje korter maakt? Nou, als die korter wordt, betekent dus dat de golflengte kleiner wordt. En dus wordt die V gedeeld lambda, die wordt groter, want je deelt door een kleiner getal. Dus het is een hogere toon. En dat gebeurt met een gitaar. Want een gitaar, ja, dan kun je de vinger ergens hier opzetten. En als je de vinger hier opzet, ja, dan zal dus de snaarlengte kleiner worden. Nou, op die manier krijg je dus een hogere toon. Je kunt ook een andere toon krijgen door de snaar wat aan te spannen. En als je een snaar aanspant, meer spanning erin, dan wordt de snelheid groter. En een grotere snelheid, nou, je ziet al, hè, F is V gedeeld lambda, betekent dus dat je dan ook een hogere toon krijgt. Ja, en het spannen van de snaar, dat gebeurt hier aan de bovenkant van de gitaar. We kunnen zo'n snaar ook op een andere manier laten trillen. Bijvoorbeeld op zo'n manier. Nou, je ziet dus dat je nu een andere staande golf krijgt. Het is nog steeds wel een staande golf. Nou, we gaan dit ook weer eens eventjes rustig bekijken. Nou, op deze manier hier. En dan zie je dus dat je drie knooppunten hebt. Nou, er komt dus één knoop bij vergeleken met de vorige. En je hebt hier twee buiken. Nou, ook hier weer lengte L. Het aantal golflengtes. Hoeveel is dat hier? Wat denk je? Natuurlijk, hè. Het is hier inderdaad echt. Kijk naar de groene. Je hebt hier een berg en een dal tegelijk. Dus ik heb hier precies één golflengte. Oftewel, als je snaar weer 70 centimeter groot is, dan is hier de golflengte ook 70 centimeter. De golflengte is gelijk aan de lengte. Ja, vergeleken met die vorige kun je zeggen, hé, er is dus een halve golflengte bijgekomen. Ik had eerst een half en nu één. Maar let op, de golflengte zelf is wel kleiner geworden, want ja, de lengte blijft gewoon natuurlijk die 70 centimeter en daar prop je een halve golflengte bij. De frequentie weer te berekenen met V gedeeld lambda. En dat betekent dus dat die toonhoogte, ja, wat gebeurt ermee? Nou, lambda wordt kleiner, dus die wordt hoger. We noemen dit de eerste boventoon. En die eerste boventoon, ja, als de golflengte precies, ja, twee keer zo klein is geworden als de vorige, betekent dat hij twee keer zo hoog is als de grondtoon. We kunnen verder gaan. Bijvoorbeeld deze manier. Ook hier is er weer een halve golflengte bijgekomen en ontstaat de tweede boventoon. Betekent dus dat de lengte hier anderhalve golflengte is. Nou, laten we eventjes kijken. Stel je voor, je meet het eventjes op. Ah, kijk,
12 centimeter, dan kun je in feite ook al aflezen hoe groot één golflengte is. Maar je kunt natuurlijk ook berekenen, want als de lengte 1,5 keer lambda is, dan is lambda natuurlijk lengte gedeeld door 1,5. Oftewel 12 gedeeld door 1,5 is 8 centimeter. En dat klopt. Maar kijk, stel die groene daar, en dit is 1 golflengte, en dan kom ik precies op 8 uit. Tweede boventoon, dus kun je weer berekenen met f is v gedeeld lambda. En zo kun je verder gaan. Ja, je kunt ook een derde boventoon hebben en er komt weer een halve golflengte bij. En weer kun je f is v gedeeld lambda doen om de frequentie te berekenen. Iedere keer komt een halve golflengte bij en iedere keer wordt de toonhoogte weer iets hoger. En op zo'n manier ontstaat dus een staande golf. Ja, een staande golf krijg je omdat je een golf hebt van links naar rechts. En een golf hebt van rechts naar links. En die interfereren met elkaar, die beïnvloeden elkaar op zo'n manier dat er een staande golf ontstaat. En je hebt verschillende mogelijkheden. Ja, ik heb hier diverse mogelijkheden staan. Ja, en de bovenste is een grondtoon. En iedere keer komt een halve golflengte bij. Maar je ziet dus wel dat de golflengte in feite wel steeds kleiner en kleiner wordt. Oftewel, de lengte, ja, die is iedere keer weer constant. En het aantal golflengtes wat erin voorkomt, is iedere keer meer. En iedere stap is een halve golflengte extra. Nou, even een tijd voor een voorbeeldje. Nou, stel je voor, ja, kijk, 1,10 meter is de gitaarsnaar hier. Golfsnelheid is bekend. Nou, eerst eventjes van wat is de frequentie van de grondtoon van de snaar? Oftewel, welke toon zul je het beste horen als je hem eventjes aanraakt? Net als bij iedere opgave begin je weer met wat zijn de gegevens? Nou, de lengte is 110 centimeter, maar let op, hè, het moet in meters. Ja, dus schrijf meteen ook in meters op, dus 1,10 meter. Wat de golfsnelheid is in meter per seconde, 288 meter per seconde. En gevraagd wat de grondtoon van de snaar, de frequentie. En frequentie berekent natuurlijk met V gedeeld door lambda. Dat is de formule die je moet gebruiken. Lambda moet je wel weten. Nou, de lengte van de snaar weet je. En je weet dat het een grondtoon is. En grondtoon is een halve golflengte. Oftewel, de lengte is een halve golflengte. Dus is de golflengte het dubbele ervan. Dus 2,2 meter. Invullen en je krijgt een frequentie van 131 hertz. Let op, drie cijfers significant, want de gegevens waren ook met drie cijfers. Onderdeel B. De gitarist wil een andere toon hebben, 400 hertz. Hoger natuurlijk, want je kunt alleen maar hoger krijgen. Hè? Grondtoon is de laagste frequentie, 400 hertz. Betekent dus dat hij zijn vingers zo moet zetten dat de lengte kleiner wordt. En die lengte die moet dusdanig wezen dat hij 400 hertz krijgt. En de lengte is een halve golflengte. Dus wat doe je? Je gaat de golflengte berekenen met V gedeeld door F. V en F zijn beide bekend. Dus de golflengte die de gitarist moet doen is, hier staat hij al, 0,72 meter, 72 centimeter. Maar de lengte is een halve golflengte. Dus de lengte is niet 72 centimeter, maar de helft, dus 36 centimeter. Oftewel, de gitarist moet zijn vinger daar neerzetten, zodat er nog 36 centimeter van de snaar overblijft. Kijk, eventjes een plaatje ter verduidelijking. 36 centimeter vanaf de onderkant, zodat je dus nog een 36 centimeter overhoudt. Dit is de halve golflengte en dat veroorzaakt dus een toonhoogte van 400 hertz. En we gaan naar onder C en de vraag is, wat is de frequentie van een vijfde boventoon van de snaar? Nou, frequentie berekent natuurlijk weer met V gedeeld lambda. Het gaat er nu even om van, hoe groot is hier de golflengte? De vijfde boventoon van de snaar betekent dus dat er vijf keer een halve golflengte bijgekomen is. Ik begin met een half, er komt vijf bij. Dus je hebt nu drie golflengtes en die zitten op de snaar van 110 centimeter. Oftewel, 1 golflengte is de lengte gedeeld door 3 en dat is, nou hier, 0,3666 etc. meters. Frequentie gevraagd, V gedeeld lambda, het blijft dezelfde snaar, dus je kunt
kunt het berekenen met 288 gedeeld door, etc. En je komt op 785 hertz en dat is de vijfde boventoon. Kijk, of beter gezegd, hoor een blokfluit. En in een blokfluit, als je daarop blaast, ontstaat ook een golf, ook een stalen golf. En het ontstaat in de lucht. Je hebt een luchtkolom en daarin ontstaat een golf. En een luchtkolom heb je aan de ene kant een gesloten uiteinde en aan de andere kant een open uiteinde. Nu is geluid een golf die longitudinaal is. En ja, dat is een beetje vervelend te tekenen. Oftewel, ik teken het altijd als een snaar. En aan de ene kant is hij dan vast en aan de andere kant is hij los. En dan krijg je dus een staande golf. Aan de linkerkant is hij ingeklemd, dus ja, dat moet een knoop zijn. Het moet inderdaad, hij kan niet bewegen. En aan de andere kant, omdat hij los is, ja, daar kan hij van harte lust omhoog gaan en naar beneden. Dus dat is een buik. En als je dan een staande golf hebt, is de meest simpele vorm van een staande golf, krijg je dan op deze wijze. Ja, links blijft hij op zijn plek, oftewel hier heb ik duidelijk een knoop en hier. Ja, hij gaat helemaal omhoog, huppakee, helemaal naar beneden toe. Oftewel, ik heb hier een buik. Eventjes mooier getekend. Op deze manier, een blokfluit heeft natuurlijk een bepaalde lengte L hier. En die lengte L, die herbergt een aantal golflengtes. Hoeveel golflengtes zie je hier? Eventjes in het achterhoofd, van, kijk, dit was één golflengte. Eén berg en één dal. En ja, je hebt hier niet eens één berg, je hebt maar een halve berg. Dat betekent dus dat je hier maar een kwart golflengte hebt. Dat is iets anders dan de halve golflengte waar je bij je snaar begon. Frequentie kun je natuurlijk berekenen met V gedeeld door lambda. En V, de snelheid, is met een blaasinstrument makkelijk op te zoeken in bina's. Want het is toch gewoon geluid. En we noemen dit weer de grondtoon van het blaasinstrument. En ook hier kun je bij een blaasinstrument kun je de lengte variëren, oftewel je kunt bijvoorbeeld korter maken en net zoals met de snaar krijg je hier ook weer met een kortere luchtkolom een kortere golflengte, dus je krijgt een hogere toon. Wat ook zo is, is dat de temperatuur invloed heeft op de geluidssnelheid. Kijk maar in bina's, een hogere temperatuur betekent ook dat de geluidssnelheid hoger is. Oftewel, als de temperatuur toeneemt, zal een blaasinstrument ook een hogere toon geven. Net zoals met een snaar kun je ook een luchtkolom anders in trilling brengen. En bijvoorbeeld op deze manier. Nou, je ziet weer een staande golf, links weer een knoop en rechts krijg je weer een buik. Maar je hebt nu ergens nog een extra knoop en extra buik getekend. Op deze manier is het iets duidelijker. Je ziet duidelijk dus dat links een knoop is en iets rechts van het midden is ook een knoop. En er zijn hier twee buiken. Weer aan de rechterkant is er één en eentje links van het midden is er één. Hoeveel golflengtes zie je hier? Nou, ik heb hier één berg en gaat er een dal bij, maar dat houdt op de helft op. Dus ik heb hier drie kwart golflengtes. Hoe kun je dan de golflengte berekenen? Nou, dan ga je het eerst eventjes opmeten. Nou, het totaal is 12, dus 0,75 is het totaal, oftewel lambda is de lengte gedeeld door 0,75 en je komt op 16 centimeter. Belangrijk is dat je ziet dat er wel weer gewoon een halve golflengte bij komt. Ja, dus dat is hetzelfde met een snaar of een luchtkolom. Ja, ze begonnen verschillend, maar daarna komt er gewoon weer een halve golflengte bij. Oftewel frequentie, V gedeeld lambda. Ja, en de frequentie is hier natuurlijk weer gewoon de eerste boventoon van het blaasinstrument. Kijk, hier heb je weer een volgende mogelijkheid van een staande golf. En ook hier krijg je dus weer dat er een halve golflengte bij komt. Oftewel, ik heb hier 1 en een kwart lambda, de tweede boventoon.
Nou, en zo kun je dus constant doorgaan. Derde boventoon, weer een halve golflengte erbij. Oftewel, ik heb dan 1,75 golflengte erbij, et cetera, et cetera. Ja, dus het is eigenlijk precies gelijk. Behalve dan dat je begint met een ander getal. Je begint met een kwart in plaats van een half. Ook hier een voorbeeld van een stemforkast. Is eigenlijk niet echt een muziekinstrument, maar het is wel een luchtkolom natuurlijk met duidelijk een gesloten en een open kant. Nou, gegeven is dat de lengte 25 centimeter is en de geluidssnelheid is er ook bij gegeven. En de eerste vraag is, wat is de frequentie van de stemvork? We gaan er wel vanuit dus dat het mooi op elkaar afgestemd is. Eerste gegevens, lengte 25 centimeter, moet natuurlijk wel in meters. En de geluidssnelheid is gegeven 343 meter per seconde. Die had je, als je de temperatuur wist, ook kunnen opzoeken in BINAS. Frequentie, eenvoudig, veeg de lambda. Je moet natuurlijk lambda hier eerst wel weten. Nou, het is grondtoon, dus ik weet dat de lengte een kwart golflengte is. Oftewel, de golflengte is 4 keer de lengte, is dus 1 meter. En dat kan ik invullen. En dan krijg je dus dat het is 343 gedeeld door de 1 is 343 hertz. We gaan naar B. Wat is de zesde boventoon? Nou, weer wordt natuurlijk een frequentie gevraagd, dus weer is het hier F is V gedeeld lambda. Maar lambda, nou, de zesde boventoon, betekent dus dat je 6 keer een halve golflengte erbij hebt gedaan. Oftewel, er komen in totaal 3 golflengtes bij. Oftewel, ik begon met een kwart. Ik heb in totaal 3,25 golflengte op 25 centimeter. Dat betekent dus dat de golflengte is die 25 centimeter gedeeld door het aantal golflengtes. En dan krijg je dus dat de golflengte is, nou daar staat het al, hè, een 7,69 centimeter. Moet natuurlijk in meters, hè. Invullen in V gedeeld lambda en je komt op een bijna 4500 hertz. Let op, significantie. 3 cijfers significant. Dus 4,46 kilohertz. Is dit alles? Bijna. Dan kijk ik nog eventjes naar als beide uiteinden open zijn. Wat gebeurt er dan? Nou, gelukkig is het redelijk eenvoudig. Want dan krijg je dus dat je aan beide kanten een open uiteinde hebt. Maar dat betekent dus, als je links en rechts een open uiteinde hebt, dus een buik, ja, dan moet er natuurlijk in het midden wel weer een knoop zitten. Ja, dus dit is de situatie. Ja, links en rechts kan je lekker heen en weer gaan, dan moet je in het midden een knoop hebben. Hoe ziet dat eruit? Nou, dan krijg je op deze manier. Zie je, in het midden blijft je stilstaan en links en rechts gaat hij maximaal omhoog en maximaal naar beneden. Oftewel, dit is mijn situatie. Hoeveel golflengtes heb ik hier? Ik heb links een kwart en rechts een kwart. Dus in totaal een halve golflengte. En dat is mooi, want dat is dus precies gelijk aan een snaar met twee vaste uiteinden. En dan hoef je dus niks meer te doen. Althans, dat weet je allemaal al. Alles zijn op rijtje. Grondtoon, begin met een halve golflengte. En iedere keer gaat er dan dus weer een halve golflengte bij. En de tekening is ietsjes anders. Maar de situatie is wel weer precies gelijk als een snaar met twee vaste uiteinden. Oftewel, heb je zo'n situatie, kun je gewoon gebruik maken van wat je weet met twee vaste uiteinden. Kijk, daar hebben we ons staan, de golf weer. Maar ik geloof dat het een bewegende golf wordt. Ja hoor. Ja, daar sta je dan. Wat moet je dan? Nou, maak er maar een einde aan. Bedankt voor het horen en tot horens.